Hoi, ik zit in de auto voor de dokter, want ik heb een afspraak. Ik moet ook een beetje opschieten, dus ik ga het niet te lang maken. Maar ik ga dit beeldje, die heb ik al mijn hele leven. Ik heb altijd geleerd dat het een moedervlek is, maar ik weet eigenlijk niet zeker of het echt wel klopt. Die ga ik weg laten halen. Ik heb een beeldje op mijn vinger, die ga ik ook weg laten halen. En ik ga een moedervlek op mijn rug weg laten halen. En als het goed is, gaat de dokter die zo alle drie wegsnijden. Vind ik wel een beetje eng. Maar ja, als het goed is wordt het wel verdoofd en zo, dus ik zal het wel overleven. Ja, jullie horen het straks. Tot strakjes. Nou, daar ben ik dan met een pleister op mijn kin. Het is nu 1 uur en de verdoving begint nu een beetje uit te werken, dus het gaat nu best wel pijn doen. Op mijn rug is de moedervlek ook weggehaald. Op mijn vinger zit geen moedervlek, maar wel een soort van bult, maar die moet waarschijnlijk door een chirurg worden weggehaald. Dus daar moet ik nog voor terugkomen. En verder heb ik een beetje een baaldag vandaag. Ik heb echt heel veel slecht nieuws gehad en zo, zoals een belastingdienstbrief met heel veel geld dat ik moet betalen van jaren geleden, toen mijn administratie nog niet goed was en zo. Ook gewoon dat ik mezelf een beetje in de weg zit, omdat ik me niet zo lekker voel. Dat heb je wel eens. Maar ik ga nu eventjes naar Marielle, ga ik even bij haar werken aan een blogpost. Want Marielle die woont vlakbij en die is ZZP'er, dus die werkt heel vaak thuis. En ik had tegen haar gezegd dat ik een beetje een baaldag had. En toen zei ze van, nou, anders kom je toch even bij mij zitten. Dus dacht ik, ja, dat is misschien wel een goed idee. Marielle is even aan het bellen en ik ben de YouTube-reacties weer aan het lezen. Net zoals ik vorige week ook had gevlogd. Marielle heeft echt een heel mooi, gezellig huisje. Maar ik durf niet zo goed te vloggen, want ik weet niet of ze dat wil. Maar Marielle is ontwerpster. Grafisch vormgever. Ik weet niet of je het zo mag zeggen. Art director, blablabla. Iets in die geest. Ontwerpster, laat ik daarop houden. En ja, dat kan je ook wel zien in haar huis, dat ze heel veel gevoel heeft voor vormgeving en stijl en zo. Ze heeft ook die doorzichtige lamp die Vera ook heeft. Die zal ik wel even laten zien. Kijk, hier staat de lamp op een heel mooi vintage-achtig tafeltje. Ik weet niet of het echt vintage is. Ik was zo blij met mijn nieuwe lock screen. Mail heeft het gisteren ingesteld, ik laat het zo, want ik vind het echt, ik word elke keer zo blij van als ik het zie. Echt wel grappig. Ik hoop niet dat ze het erg vindt dat ik het nu film. Even lekker op de bank. Papa is thuis. Mama en ik zijn de stad in geweest. Ik heb sokken gekocht. Relaxed dagje. Ik had hier heel erg hoop en ik werd wakker met hoofdpijn. Dat was niet zo fijn. Maar nu voel ik me wel beter. We kijken de voice. En papa ligt er. Nu stopt hij, want nu heeft hij het gewoon. Is ook heftig. Ik heb niet gezegd. Maken. Ja. Oh, nee, ja. Nee, ik hoor hem weer. Oh, Sjoel gaat er even kijken hoor. Nou, ben ik helemaal in de park. Sjoel vindt het wel leuk. Sinterklaas is langs geweest hier. Oeh, dit is echt de lekkerste chocoladeletter ever. En Jeff heeft de bosbes, zie ik. Ho, Sjoel. Oh jongens. Oh, Sjoel. Zo fijn. Hoi, het is nu zaterdag en mijn vader is hier om voor- en na-foto's te maken van mijn haar. Want ik ga namelijk de L'Oreal Steampot 2.0 testen. Dat is echt een soort van fancy steltang. Ik vind het eigenlijk een soort van strijkijzer omdat hij een waterreservoir heeft. Dus het is net alsof je je haar gaat strijken. Zo ziet hij eruit. Een soort van steltang met een kamachtig iets. En dit is dan het waterreservoir. Ja, zit dit. Ik ben hem nu aan het testen. En ja, het gaat echt super makkelijk, moet ik eerlijk zeggen. Het was in het begin even te zoeken hoe het werkt met dat waterreservoir. Maar het is echt gewoon een kwestie van ja, water erin doen. En dan hieronder gaat het nu iets minder makkelijk omdat mijn punten een beetje dood zijn. Of niet dood, want ze zijn net geknipt, maar gewoon heel droog. Zo, ik zal jullie eens een glimp geven van de lelijkste plek in ons huis, ons rommelhok. Waar het konijn ervoor staat, want ik ga nu eventjes de konijntjes eten geven. Hallo, hebben jullie honger? Ja hè? Kijk eens. Nom 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 nom. Big die krijgt echt van die hele lange pluimen in de winter. Zo leuk vind ik dat. In de zomer heeft hij dat helemaal niet. Ik heb een cadeautje gekregen van de Marie Claire, tenminste dat staat op de envelop. Het jubileumnummer. Ik vind deze cover echt zo mooi met die vrouwen erop.
Echt prachtige jurken allemaal, super classy. Zo, ik heb net deze lipstick van Smashbox gefotografeerd. Die heb ik nieuw. En die heb ik nu ook op. Dan ga ik ze ook nog eventjes de Steampot zelf fotograferen. Want ik had al wel vanochtend de voor- en na-foto's gemaakt. Dus maar nog niet de Steampot zelf. Het is alleen echt een beetje grijs weer. Dus overal in huis een beetje donker. Ja, dat is wel jammer. Oh, we lopen in de Koperstraat. We zijn een beetje aan het shoppen voor de video die we morgen gaan opnemen. En we stonden Jeffrey en ik. En ja, verplicht shoppen, geen straf. We lopen nu naar de auto. Magna Plaza is superleuk verlicht. Oh, ik hou van die lichtjes. De Bijenkorf ook trouwens. Maar ja, Bijenkorf kent iedereen wel. Magna Plaza is ook wel erg aardig bekend, maar... Ik denk dat de verlichting van Magna Plaza wel iets meer aandacht verdient. Dus bij deze. Wat is dat voor saus? Dat is taco saus. Oh, oké. Okay. Een beetje zoetzuurig is dat. Maar taco's zijn anders toch? Dat zijn tortillas toch? Dat is anders. Klopt, vind ik zelf wat lekkerder eten. Het is wat te soepeler en die taco's die zijn zo hard. Ik heb net deze tickets geprint, want ik ga morgen op reis. Nee, op reis is een groot woord. Een hele wereldreis man. Ik ga één dagje en één nachtje naar Hamburg. Op persreis. Persreisje. Hoi, we zijn nu op een lege sportschool, Bas en ik. En Beyoncé, geloof ik, die nu op is. Want Bas die werkt hier, dus we zijn buiten het openingstijd hier naar binnen. Dus dat was super relaxed. Dus we hebben nu een private sportschool. Ik zal Bas wel even vloggen. Goedemorgen, het is zondagochtend en we zijn op weg naar Schiphol. Bas die gaat me brengen, superfijn. Handbagage en kleinere artikelen onder de stoel voor te plaatsen. Bagage die niet onder de stoel past, gaan we zo worden geplaatst. Wij hebben net gefilmd. Een filmpje. We hebben net een filmpje opgenomen. Ja. Hij staat nu al online, zie je hem vast al gezien. Ja. Het is zondag. En hebben dus een filmpje opgenomen. En ik ben heel blij. Ik kan niet wachten om het te bewerken. Ik ben benieuwd naar de reacties. Ja, is dat spannend. Vandaag heb ik mijn film van mijn haar online gezet. En die reageert super goed. En ik ben er heel blij mee. Nog steeds. So swirly. En nu gaan we even lunchen. Yes. Lunch met soja, bananenmelk. En een Italiaanse bol met kaas en ham. En filet americain. Ik dan alleen. Ja, filet americain. Het is niet scherp, nu wel. Yes. Nou, ik ben op mijn kamer. Het is echt super fancy, vind ik wel. Ik loop net langs de wc en het licht popt zo aan, weet je wel. Dit hotel is zo groot dat ik echt de hele tijd aan het verdwalen ben. Ze hebben hier ook het zo geregeld dat je zeg maar alleen met sommige liften op bepaalde delen kunt komen. Dus als je dan in de verkeerde lift zit, dan kan je dus helemaal niet komen waar je moet zijn. Dan moet je de goede lift zoeken. Het is best wel ingewikkeld voor iemand zoals ik. Nou, we gaan uit eten. Lekkere trui aangetrokken. Mijn winterjas heb ik van stal gehaald. Want ja, het is heel koud vandaag opeens. Het is 3 graden. En we hadden echt lekker t-shirtje aan. Het is binnen lekker warm. Deze camera weet af en toe niet meer waar ik ben. Daar ben ik. Het was binnen lekker warm. En toen zagen we opeens, oh, het is buiten 3 graden. Change of plans. Goedemorgen. Het is maandagochtend. 7:15. En ik ben net wakker. We zijn nu op de locatie van de persconferentie. Die gaat zo meteen beginnen. Er is ook iets van een modeshow zeker, een soort van catwalk. Ik heb even een rode / oranje lippenstift geleend van Nadesh. Dan heb ik iets meer kleur in mijn gezicht. Vond ik wel leuk. Ik was zelf dus lipstift vergeten. Sylvie is nu achter mij met iedereen op de foto aan het gaan. Alle fotografen die roepen heel lang naar deze kamer. Zou echt helemaal gek worden. Kijk, daar is de kermis. Maar ze ziet er wel echt zo mooi uit. Echt wauw, de jurk en die oorbellen. En de schoen past er ook heel mooi bij, niet te vergeten. Echt wauw. Maandagavond, we kijken ons FAVO-programma. Sex Academy met Goede Likens. I love Goede Likens. En we eten deze popcorn die ik heel graag wilde proberen. Het zag heel lekker uit. Gezouten karamel. Het is ook best lekker. Ja. Beetje zoet, beetje zout. Ja. Jeffrey is ijs aan het hakken voor de cocktail.
Ik heb wel het idee, ik heb nu één keer mijn haar gewassen. Ik weet het veel te weinig in een week. Maar mijn shampoo was op en ik wilde Olaplex gebruiken. Dus ik moest even langer wachten. En ik heb het nu dus één keer gewassen. Maar goed, ik heb dus maar één keer was het idee dat het nu al lichter is, de kleur. Kom. Als die aan zo, die donkere scherf. Of zit dat tussen mijn oren? Hallo, na de show vanmiddag. De persconferentie, of vanochtend was het eigenlijk. De persconferentie met Sylvie Meijs was mijn SD-kaartje vol. Ik had heel erg veel gevlogd. Dus ik heb de terugreis niet echt meer kunnen vloggen. Maar dit was eigenlijk ook niet zo bijzonder. Want ja, we waren allemaal best wel moe na twee intensieve dagen. En in het vliegtuig heb ik lekker geslapen. Dat is ook zo grappig, vind ik, met zo'n korte vlucht. Dat je echt, je stijgt op en dan ben je ongeveer 5 of 10 minuten of zo. In ieder geval voor mijn gevoel gewoon in een rechte lijn, zeg maar, in de lucht. En dan ga je alweer dalen. Gaat echt zo super snel. Het is maar een uurtje vliegen of nog minder zelfs naar Hamburg. In ieder geval leuk dat ik jullie in stukjes mee heb kunnen nemen naar Hamburg. En ja, tot morgen weer, denk ik. Doeg! Het is dinsdagavond en ik ben onderweg naar een afspraak in de regen. Maar ik heb een paar minuten een klein stukje lopen. Het is in de Dillen. Ik ga waarschijnlijk ook even eten. En verder zien we. Ik heb even een tip voor iedereen die net als ik geen melk drinkt. Dit. Zo lekker. Banaan. En ik heb nu ook de chocolademelkversie ervan. Heel benieuwd hoe dit smaakt. Ik mis zo chocolademelk. Maar ik krijg zo een buikpijn als ik het ga drinken. Dus ik hoop echt dat het lekker is. Mijn tossie-ijs heeft inmiddels wat beschadiging opgelopen. Maar hij werkt nog. Loopt nog als een zonnetje. Jan. Het is inmiddels woensdagavond. We gaan wat ovenfrietjes maken. Ondertussen wacht ik nog steeds op een pakketje. Wat nog tot 9 uur vanavond afgeleverd kan worden. Is nogal laat. Het is nu 19:30. Kan allemaal bij DHL. Met daarin een verlaat. Daarin zit een verlaat cadeautje voor Suzanne's verjaardag nog. En een cadeautje voor degene die ik heb getrokken met Sinterklaas loodjes. Oh, en ik heb ook deze laptophoes binnengekregen. Deze is er dus al. Van Herschel. Super mooie, beetje lila kleur. Ik had nog helemaal geen laptophoes. En ik heb mijn laptop al 2 jaar. Curly fries, zo lekker. Veel lekkerder dan gewoon het friet, vind ik. Hoewel ze wel een beetje aangebrand zijn. We weten niet hoe dat kan. Maar goed, dus nog genoeg ook niet aangebrand. Kan er iets. Nou, 3 dagen geleden zei ik nog tot morgen. Maar inmiddels zijn we alweer 3 dagen verder. Dus de tijd gaat echt zo snel. Vanavond ben ik bezig met mijn post over de, ja, ik wou zeggen het stoomstrijkijzer, want zo noemde mijn vader het, maar over de steltang dus, die jullie eerder in deze vlog hebben kunnen zien. Wat ik wel echt heel apart vind, is dat ik er door het schrijven van deze post ben achtergekomen dat je dus steltang met een lange ei schrijft, maar het woord stijl, als in glad, als in een steile berg bijvoorbeeld, is met een korte ei. Terwijl volgens mij deze woorden dezelfde betekenis hebben in deze situaties. Maar dus wel een andere spelling. Vind ik apart. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Het is volgens mij iets van 8:30. Het is nog steeds echt best wel donker. Dus vandaar ook het grijze beeld. Maar ik sta nu voor de deur bij de dokter. Ik heb net een afspraak gehad om hechtingen eruit te halen. Ik heb nu weer een pleistertje erop. Maar gelukkig ziet het er allemaal goed uit. Het is goed geheeld. En nu moet het ja, zonder hechtingen verder genezen. Maar ze zegt dat ze er waarschijnlijk ja, zo goed als niks meer van gaat zien. Dus dat hoop ik dan maar. Nou, dan was dit weer de vlog van deze week. Want het is weer vrijdag. Er is weer een vlogweek voorbij. Heel erg bedankt voor het kijken. En heel graag tot volgende week.